Vandaag laat ik je zien hoe je bij jezelf de perfecte lip creëert en hoe je ervoor kan zorgen dat die ook heel goed blijft zitten. Dus zeker blijven kijken. Welkom bij Contour, ik ben Nanja. Heb jij ook soms het probleem dat gedurende de dag je lipstift opeens verdwenen is? Wel, er bestaan trucjes voor en die laat ik je nu zien. We beginnen met de eerste stap en dat is de lip scrub. Nu, de scrub gaat ervoor zorgen dat onze lippen mooi egaal worden, geen droge velletjes meer. En dat is een goede voorbereiding natuurlijk voor onze lippenstift straks. Als tweede stap gaan we de lippen contouren. Daarvoor gebruik ik een lippotlood. Nu, ik heb een rode kleur gebruikt omdat ik dat wel leuk vind om zo een opvallende lip te hebben. Zeker als ik neutraal gekleed ben. Maar natuurlijk, je kan kiezen welke kleur je graag ziet. Nu, bij de lipcontour gaan we rekening houden met de natuurlijke liplijn. En die vinden we het makkelijkst als we lachen met onze mond dicht. Dus dan zie je heel gemakkelijk je natuurlijke liplijn. Daar ga je op werken. Je gaat je lip volledig inkleuren, maar vergeet niet eventjes te lachen dat je ook de hoekjes aan de binnenkant doet. Want anders gaat het geen mooi zicht geven. Niet alleen de contour, maar je lip dus ook volledig opvullen om ervoor te zorgen dat onze lipstift straks perfect blijft zitten. Als derde stap brengen we natuurlijk de lippenstift aan. Ik heb gekozen voor een glossy lippen. Dat gaat niet alleen de lippen wat kleur geven, maar ook verzorgen. Dus dat is wel ook handig nu nog in de wintermaanden, dat we nog rekening houden met de droge lippen. Voor stap 4 kan je er eventueel nog een glosje aan toevoegen met wat glitters. Dat is altijd wel fijn, zeker voor een avondje stappen, maar dat is zeker geen verplichting. En als laatste stap zijn we bij de afwerking gekomen. Dus ben je een beetje uitgegleden, ja, dan moet je zeker niet opnieuw beginnen. Je kan alles gaan corrigeren met een concealer of een oorstokje. Wil je meer zo van die goede, dikke lippen creëren, dat het er zo wat uitspringt, dan kan je ook nog wat highlight aanbrengen op je cupidoboogje. Niet veel mensen weten hun cupidoboogje zijn. Dat is eigenlijk hier het kleine kuiltje boven de lip. Ga zeker niet je volledige bovenlip accentueren, want dan ga je een melksnorken maken. En dat willen we natuurlijk niet. Zo, nu kan je zelf de perfecte lip creëren. Je weet wat je nodig hebt en waar je zeker op moet letten. Heb je nog een andere beautyvraag voor mij? Laat dan zeker achter in de comment. Vond je het een goede video? Een thumbs up. En vergeet je zeker niet te abonneren op ons kanaal. Tot snel.